over de rooien. Ja. Tim, goedenavond. Goedenavond. Jij gaat je eigen vader in de zeik nemen. Ja, dat klopt. Want waar heeft hij dat aan verdiend? Hij heeft net een nieuwe baan. Ja. En dat is, wij wonen zelf in Muiderberg. Ja. En hij werkt nu in Limburg. Dus dat is best wel ver weg. En hij slaapt dus ook avonden gewoon, daar waar hij werkt. Ja. En daarom lijkt me wel lachen om gewoon een keer, nu hij zo ver weg is, voor de gek te houden en te zien hoe hij reageert. Typisch gevalletje als de kat van huis is. Ja. Ja, toch? Oké. Okay. Want jouw broertje, hoe heet die? Koen. En die heeft nogal een voorliefde voor illegaal vuurwerk, hè? Ja, het begint eigenlijk in juni al. Oké, en jouw vader die heet Roel. Die gaan we nu bellen. Krijg je hem binnen anderhalve minuut over de rooien, dan zijn de prijzen voor jou. Heel veel succes, man. Okay. Ja, dankjewel. Ja, pop, we hebben een probleem. Zijn huis zit in de brand. Huis zit in de brand. Koen die wilde zijn vuurwerk laten zien. Sugar. Ja, je weet wel. En man was aan het roken. En in één keer liet ze die peuk in die doos vallen waar al die vuurwerk in zit. En dat begint op één keer te ontploffen en raar te doen. Echt helemaal gek hier. Nee, meen je niet, pop. Oh, is het allemaal in de brand dan? Weet ik wel wat rond. Ja, de matjes en de bank en de fik. En we zijn nu buiten. Schiet lekker op. Heb je de buren al een keer gewaarschuwd? Dat is ook handig misschien. Saskia en... Saskia en ik thuis. En Aniek, wacht even. Lijkt me best handig. Die hebben kinderen naar huis liggen. Misschien moet je die even waarschuwen. Dus dat is wel handig even. Hé, en is Pien naar buiten en mama naar buiten? En zullen jullie allemaal doen? Ja. Iedereen is buiten, gelukkig. En niemand heeft ergens last van? Ontzettend rookontwikkeling. Ik denk. Jawel, maar niemand heeft iets ingeademd of zo. Jullie hebben niks. Jullie hebben ergens last van. Koen een beetje verlongen, maar voor de rest. Voor mij komt er ook een ambulance aan, maar dat weet ik niet zeker. Oké, waar staat de boel in de fik dan? De woonkamer. Er is best wel wat rook ook binnen en. Maar ga je dan niet even naar buiten, pannenkoek? Is dat niet handiger? Nee, ja, ik zie het naar buiten komen. Ik ben buiten nu. Hey, ik ben buiten, heel goed. Lijkt me heel verstandig. Ja. Tot de brandweer er is, dat die er binnenkomen. Hé, hey, hartstikke lief dat je mij belt. Alleen ik kan natuurlijk helemaal geen moeite doen hier 170 kilometer. Bij de Rossnabij ook. Nu. Ja, nee, maar ik blijf... Ja, mama's telefoon is nog binnen, anders zij gebeld naar jou, maar... Oké. Rol? Moet ik zo naar huis komen dan? Nee, dat hoeft niet. Rol? Ja? Je bent live op Radio 538. Nou, ja, geweldig. Leuk. En het huis staat er nog. Nou, dat vind ik wel een prettig idee eigenlijk, het huis. Dat is toch wel fijn dan, hè? Ja, dat lijkt me wel, ja. Nou, Tim. Ja? Dit ja? valt wel onder de categorie overdrooien. Gefeliciteerd! Yeah! Je bent een 3-uur durende slipcursus bij VVC Adventure en 4 tickets voor een trip down memory lane op 29 maart in het Klokgebouw in Eindhoven. En deze prijs wordt je aangeboden door Club Judge. Dus jullie zouden, om het weer goed te maken, samen op slipcursus kunnen, vader en zoon. Nou, lijkt me goed. Ik heb net een rijbewijs, dus zou best wel leuk kunnen zijn. Een hele sportieve vader ben jij, Rob. Wow. Dat vind ik echt sportief opgepakt. Ja, dankjewel. En pannenkoek is het ook. Fijne avond allebei, hè. Hey, dankjewel. Over de rol.